Fabel Steenbokken, welkom bij deze horoscoop, de maandelijkse horoscoop voor het teken Steenbok voor de maand mei 2013. Er zijn twee eclipsen, dus het is volle eclipsmaand. Vorige maand hadden we eentje, nu deze maand twee en in november nogmaals. Nu, wat betekent dit voor de Steenbok? Ik denk heel positief, of toch een mogelijkheid, om daar gebruik van te maken van die positieve energie, want die zonne-eclipse, de 10e van mei, dus het is een soort van opbouwen, die eerste 10 dagen naar de zonne-eclipse, bevindt zich in stier. Dus de zon en de maan gaan samen staan in het teken stier in jouw vijfde huis. Stier is een mede-aardeteken, dat is al goed. En het vijfde huis is een van de leukste huizen. Dus een zonne-eclips markeert dikwijls een nieuw begin, een nieuwe start. En het vijfde huis is het huis van de romantiek, dus misschien een nieuwe romance voor een aantal steenbokken onder jullie. Het kan ook zijn een nieuw project waarbij je je creativiteit uit, want het vijfde huis is het huis van de creativiteit. Of een nieuw begin omtrent kinderen. Dus in ieder geval, het is een zeer optimistisch huis en om daar een zonne-eclips te hebben, kan volgens mij alleen maar goede dingen teweeg brengen. Zeker als je een ascendant steenbok hebt en jouw huis dus het vijfde huis in stier valt. Dus een heel goede mogelijkheid om iets nieuws te beginnen op het gebied van creativiteit, dat is zeer algemeen. En met creativiteit bedoel ik niet schilderen of dansen, maar het kan ook creativiteit zijn in je hobby of op je werk, waar je jezelf kan uiten. Dan de 25e mei, dus de volgende dagen is het een opbouw naar de maaneclipse, de 25e mei, die zich bevindt in Booschutter. Dus de maan zal zich in Booschutter bevinden en de zon in Tweelingen. En Booschutter is jouw 12e huis. Maaneclipsen die gaan meer over een soort van zaken die bewust worden. Zaken die die aan de oppervlakte komen. En het 12e huis is het meest onbewuste huis. Dus voor de steenbokken, en ik denk dat de meeste steenbokken dit wel wensen, is het de mogelijkheid om zaken die ze van zichzelf niet wisten, die naar boven komen en aan het licht komen. En vandaar dat je je patronen en je denkpatronen, maar ook gedragspatronen die niet meer werken, om die te kunnen aanpassen. Dus een heel volle maand voor de steenbokken. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand.